Hoi en welkom bij de Harde Waarheid. En deze week heb ik voor jou meegenomen deze unit. Ja. We hadden het een tijdje geleden in de aanrader al hoe makkelijk het eigenlijk is om je netwerk te verbeteren. Mm-hmm. Dat heb ik zelf gedaan met deze. Dit is de Netgear Pro Gaming XR500. Dus alle van die namen die lekker bekken, hè? Ja. Het is niet zoals zo van iPhone 6 of zo. Nee, tuurlijk niet. Het is de Pro. Dit is een router, dus gericht op gamers. Ja. Dat zie je al een beetje in het design natuurlijk. Hij heeft een flitsend TIE Fighter-achtig design. Ik weet niet waarom gamer dingen altijd een soort van stoer moeten zijn. Ja, maar gelukkig hebben ze de RGB-lichtjes hebben ze wel weggelaten. Dat is wel heel fijn. Ja. Netgear staat ook natuurlijk niet zo heel erg bekend om de RGB. Het is zo op zich best wel gewoon een router, modembedrijf. Nou, ik zou hem ook eerder in mijn huis neerzetten dan bijvoorbeeld. Er staat hier ook eentje van ROG, die is echt een soort spaceship. Ja. Ik vind deze subtieler, dus oké. Maar toch ga je het wegmoffen. Anyway. Toch ga je het wegmoffen. Als we naar kijken naar dit apparaat, het kost rond de €270. Ik vind het een hoop geld. Dat is een hoop geld. En als je er naar kijkt, puur naar de hardware, dan is het nog geen eens zo indrukwekkend qua specs. Je hebt voor hetzelfde geld heb je sterkere en snellere routers. Oké. Okay. Ja. Maar, goeie ver. Oké. Nee, waarom dit ding voor mij wel goed is en ook juist voor gamers goed, is de OS waar hij op draait. Hij draait niet op Netgear's eigen OS. Yeah. Want als je naar je browser gaat en je typt het IP-adres van je router in, dan kom je altijd in zo'n scherm waar je niks van snapt. Ik bar weinig. Ja, klopt. Dat heb ik dus ook. Netgear is gaan samenwerken met NetDuma. Dat is een Engels bedrijf. Die hebben vorig jaar ook een eigen modemrouter uitgebracht. Maar ja, als klein bedrijfje een modemrouter op de markt gaan brengen, dat is bijna niet te doen. Maar Netgear was wel opgevallen. En die vonden die OS van die jongens vonden ze wel heel erg fijn en overzichtelijk werken. Okay. Dus ze hebben een licentie genomen op die OS. Die hebben ze in deze router gedaan. En wat je krijgt is echt een heel overzichtelijk besturingssysteem voor je router. Idiot-proof. Dennis-proof. Nou, heel vaak wat je doet is, je installeert je router, je zet je neer, ga je in dat OS, gebruik je één keer, stel je in en kom je nooit meer in. Ja. Dit is zo ontworpen dat je hem helemaal kan indelen met apps en juist ook vaker gaat openen en misschien zelfs op een tweede of derde monitor open gaat zetten om je netwerk te monitoren. Oké. En waarom is dit nou geschikt voor gamers? Want je kan hem helemaal instellen. Al je devices die jou op verbinding maken met het internet via dit ding, ja, zie jij in je OS. En dan kan je zeggen, oké, als ik aan het gamen ben, heeft mijn PS4 heeft prioriteit boven de koelkast die misschien recepten aan het downloaden is. En ik weet niet wat voor koelkast je hebt, maar sure. Ja, maar dat gaat komen, weet je. Het internet of things, alles krijgt het internet. Ja. En je kan ook zeggen, oké, ik wil dat deze laptop, dat hij meer bandbreedte nodig heeft als die gaat torrenten. Zo kan je het helemaal zelf instellen, zodat jouw potje Overwatch geen last heeft van Netflix kijkende zusje. Ja. Ja, nee, dat is wel echt, dat vind ik wel echt interessant. Maar dat is makkelijk. En daar hebben ze ook heel erg mooie overstuk gedaan. Maar wat ook wel tof is voor console gamers, en niet zozeer voor PC gamers, is het geofilter. Want als jij bijvoorbeeld een potje Fortnite gaat spelen, je klikt of je drukt op je PlayStation 4 op Connect. En dan gaat hij een server zoeken, maar je weet mijn god niet welke. Dus je weet niet of je goede verbinding hebt of slechte verbinding. Ja. Wat je in kan stellen is dit ding. Je kan een cirkel zetten, je krijgt gewoon een wereldkaart. En je kan zeggen, ik wil alleen Nederland, België, Duitsland. Dus hij zoekt een server gewoon dicht bij jou. Zodat je de grootste kans hebt op een lage ping. Okay. Dus dat kan je instellen, zodat je alleen maar verbinding maakt met een server dicht bij huis. Zodat je de grootste kans hebt op een lage ping. Maar dat staat dus los van de game, want 9 van de 10 keer zorgt de game ervoor dat het is een vrije server wordt. Nou ja, er is altijd een database aanwezig waar je allemaal IP-adressen in zitten. En het geofilter systeem die duikt in die database. En die zoekt het IP-adres die dan dichtst bij bij jou zijn. Weet je, voor PC-gamers heb je vaak een lijst met servers waar je al achter ziet wat de ping is. Maar dat bieden console games vaak niet. Dus dat kan je dan met het geofiltering systeem wel doen. Dus dat vond ik heel erg tof. En het is overzichtelijk. En je komt er vaker in gewoon om te kijken van welke devices zitten nou eigenlijk allemaal wel niet op mijn netwerk. Ja. Wat gebruikt het meeste bandbreedte? Dus je kan het helemaal zelf instellen zoals je wil. Dus dat vond ik wel tof eigenlijk. Fair enough. Waar is die QR-code voor? Dan kan je een verbinding maken makkelijk. Is dat een soort van webkey ding? Ja, dat is een sticker en dan kom je ongetwijfeld snel in de OS. Ja, het is wel een beetje zonde dat hij op de bovenkant zit, maar oké, fair enough. Dan kan je eraf pulken, toch?
Ja. Dan verander je het wachtwoord en dan zit je er zo in. En al die Michael Knight lichtjes, die doen die kan je, ja, die dat zijn gewoon je monomerator lichtjes die zich gaan knipperen als je verbinding hebt. Maar die kun je gelukkig wel uitzetten, zodat je kast niet helemaal gaat oplichten. Vet. Ja, dus dat, weet je, qua hardware is niet de meest epische router ooit, maar qua software ben ik wel onder de indruk en dat werkt heel fijn. Dus ja. Oké, okay, monkeyproof. Ik ga hem ook gewoon een keer proberen, als je het niet erg vindt. 4 uit 5, Martin en Dennison. 4 uit 5, Martin en Dennison. Ja. Ik ben blij dat je voor mijn beurt spreekt. Daarom. Ja.